We gaan er zo aan geloven, of niet? Dus, ja? Het is warm, maar nog acceptabel, zeg ik niet. Lekker. Dus het is nog 9 ochtends, kwart over 9. Ja. Ik ben al een beetje bezweet, Hansel. Het is een beetje warm. Ja, een beetje warm. Nou, we zijn al 2,5 kilometer onderweg. Mijn tas is al kapot in ieder geval, dus dat is wel chill. Maar niet bevreesd. We zijn van alle markten thuis. Hij is alweer gefixt. Met een mantelriempje en een elastiekje. Dus, PDR. PDR. Nou, we mogen weer door de gruwelijke hitte verder omhoog. Lekker in het klimmetje. Ja, we dachten, nou, mat onszelf vanmorgen. Pak er nog even een stukje. Tot nog best pittig. Zeg wel. Maar goed, zoals een wijs man ooit zijn, we komen er wel. Hoe was het vandaag? Ja, het was lekker. Met een mooie route. Overleefd gelukkig. Ja? Oké. Okay. Ja, en nu? Moet ik eigenlijk van zeggen. Waar zijn we nu? Kijk, nu zijn we op een prachtige kampeerplaats beland. Waar het heerlijk fris begint te worden. En sinds 2 dagen tussen de 30 en de 40 graden is dat best lekker. Nice. Dus ik ga dadelijk goed voor mezelf zorgen. Daar is nu tijd voor. Ja. En dan gaan we misschien even een tijdje opzetten. En voor onszelf even maken. Zo. Hallo. Maar vertellen over ons hele wijze besluit. Ja, doe dat. We hebben besloten om vanochtend lekker vroeg op te staan. Uiteraard ga je ook vroeg slapen, want je hebt van de hol te doen. En nu zijn we in de heerlijke ochtendkoelte schaduw. De eerste keer klimmen aan het doen. Dat is toch een van de betere beslissingen deze week. Lekker. Dus die houden we erin, denk ik. Ja. Hoe is de eerste beklimming van de dag? Prima eigenlijk. We zien de kool alweer liggen in de verte. Ja. Zo ver is het allemaal niet. Oh ja.
begonnen. Extra vroeg gewoon, lekker vroeg. Goed, gisteren start, daarna werd het al warmer, maar tegen de tijd dat het echt warm werd, waren we eigenlijk al op, wat is dat, het einde van stage 2. Voor ons denk ik een derde van de dag of zo. Toch een vrij warm pittig klimmetje gehad. Over een 4x4 richting de grens tussen Montenegro en Albanië. Nou, die zijn we zojuist eigenlijk weer 2 keer overgestoken, dus we zijn weer terug in Albanië. En nu is het eigenlijk nog 6-7 kilometertjes uitfietsen, een paar hoogtemetertjes. Dan zijn we. Gaan we ons vanzelf verwennen, denken we. Met een of andere guesthouse. Dus wie weet een bed en een goede maaltijd vanavond. Maar het kan ook zomaar weer de tent worden. Met een lekkere adventure voedsel. Laat ons verrassen. We gaan het zien. Is dit verdiend? Dit is... Ja, dit is wat meer. Dit is verdiend. Oh. Heerlijk. Even lekker badderen. Er was ook een douche trouwens. Er was een douche met warm water. Maar iemand hier weigerde. Ik zeg niet wie. Maar dit is heerlijk. Heerlijk. Schotland vibes.
vliegtuigvergunning op. Ja. Om 1:15 lagen wij in het water en tegen een uurtje of 1:30, 1:45 stond de tent. Dus zo kan het ook. Lekker. En dat met nog wat avontuur ergens op een berg met een beetje kaart of een beetje kompas doorsteken. Zoals we daar zijn. Ja, dat was ook ongeveer daar, maar niet helemaal. Het is allemaal gelukt. Goedemorgen. We hebben een lekkere soepele opstart gehad. Het wekkertje ging weer om 5:30. We dachten, kunnen we vroeg trekken. Maar het was vrij hard aan het onweren en dat soort zaken. Dus lekker gesnoest. Nog een 30 minuten. Heerlijk. Nu is het droog, lekker rustig kunnen ontbijten, afgebroken. En nu zijn we weer onderweg. En zoals je ziet, volgens mij wordt het een prachtige dag. Want alle bewolking trekt weg. En dan gaan we vandaag eerst naar Plaf. En dan lopen we eigenlijk nog een heel stuk door. Naar de volgende pas, daar voorbij en dan kamperen we daar. Lange dag, waarschijnlijk rond de 30 kilometer. Maar dan hebben we nu wel een mooie plek met water, mooi uitzicht. Dus ja, zin alweer. Wat was je nou net al aan het vertellen, joh? Ik was net aan het vertellen. Maar ja, Chris die wees mij erop dat dit een heel leuk stukje met je fiets zou kunnen zijn. Lees, hike your bike. God, waarschijnlijk kan je het weer niet goed zien op camera. Het is ook geen pad eigenlijk. We zijn gewoon lekker aan het doorsteken. Waarschijnlijk komen we ook helemaal verkeerd uit. Maar ja, lachen hoort erbij. Flink klimmen vanuit Plaf. Eerst soepeltjes. 4x4 track. Nu is het al redelijk aanpoten. Maar we hebben er ongeveer 650 op zitten. We moeten nog 450. En dan zijn we er ook ongeveer voor vandaag. Lekker op tijd weer. En dan even weer genieten van windjes omhoog. Van ellende lachen, dat was hem dan.
We zijn er. Oh. Lekker, heb jij toneelschool gedaan? Of, Zo, hallo. Weer in het set. Zeker. Mission accomplished. Is het laatste dag? Morgen? Ja, tuurlijk. Ik krijg de hele klim en alles als we een goed plek op de schade. We zijn dood gereden, Death Paradise. We waren alleen maar boven. Dan zou je zeggen normaal afdaling. Maar deze was pittig warm. Maar goed, we zijn er weer. Ja. En het was de mooiste etappe. Dus het was niet verkeerd.